Tja, wat er aan de hand is met de biodiversiteit is dat we natuurlijk al langer wisten dat er van alles mis is. Hè. De bijen worden ziek. Er zijn andere dingen met vogels. De huismus, waar is de huismus? Maar dat zijn eigenlijk allemaal nog kleine dingen. Maar hij heeft recent onderzoek uitgewezen, en dat is echt shocking, dat 75% van al het insectenleven verdwenen is. En het is een heel groot onderzoek. Het heeft 28 jaar geduurd in Nederland en Duitsland. Dus het gaat echt ergens over. Maar 75% van het insectenleven, dat is zeg maar de basis van ons bestaan, de insecten. Dus dat is echt de reden om ons hele grote zorgen te maken. Tja, als de insecten er niet meer zijn, hebben vogels niks meer te eten. Dan verdwijnen de vogels. Als er geen bijen meer zijn, hebben we geen bestuiving, hebben we geen appels aan de bomen. Als we geen lieve heersbeestjes meer hebben, worden er geen luizen gegeten, krijg je plagen, ziektes en dat soort dingen. Dus oogsten mislukken, dus eigenlijk een soort van doemscenario. Maar men lijkt daar nog niet echt wakker voor. Nee, ja, heel bizar is het. Het is echt, als je zegt, maar zegt van jongens, alle wifi valt in Nederland nu uit. Dan staat iedereen op zijn achterste benen. Dan is het grote paniek. Maar als je zegt van joh, we hebben geen insecten meer of de biodiversiteit gaat heel slecht, lijkt het niemand te interesseren. Terwijl we als een soort van trein naar de afgrond gaan. Het echt wel, als dit zo doorgaat, is het echt het einde der tijden. Ik maak me echt grote zorgen. Ik heb gezegd van nou, we moeten wat doen. Iedereen moet voelen en zien dat het serieus is. Dus we moeten in actie komen. En daarom heb ik bedacht, we gaan naar Den Haag. We gaan Den Haag vergroenen. Ik wil zoveel mogelijk mensen en instellingen die allemaal bloemen en planten meenemen. Dan gaan we het binnenhof vergroenen. En dan gaan we gewoon aan de politiek vragen wat hun plannen zijn om te komen tot het herstel van biodiversiteit. Wat het kabinet moet doen, en het ligt niet alleen bij het kabinet, maar ik denk dat ze een hele heldere, duidelijke, groene ambitie uit moeten spreken. Hoe om te gaan met duurzaamheid en de samenleving. En daar kan de markt dan op inhaken. Maar uiteindelijk ligt het ook gewoon bij de mensen, bij de consument. Want in principe, als jij dat gewoon een goedkope pakje melk koopt, dan krijg je wat we hierachter hebben. Op zich een heel erg groen landschap, het ziet er top uit. Maar eigenlijk is het de monocultuur. Dit is nou echt een groene woestijn. Dus als je gaat kijken, er zijn geen klavers. Er zijn geen andere bloemen die er thuis horen. Eigenlijk door het spuiten. En dan die biologische melk is inderdaad een dubbeltje duurder. Maar ja, dat kan er weer niet vanaf. Dus we zijn echt allemaal aan zet. Ja, wat ik heel erg merk in de gesprekken met banken en andere instellingen. Maar ook als ik zie wat overheden waar ze op inzetten. Gaat het vooral over energie en CO2. En dat is hartstikke goed, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk echt dat we toe moeten naar een integrale visie. Waarbij we gelijk kijken naar bodem, water, ecologie, hoe is de mens aangehaakt. Dus dat we een veel bredere visie ontwikkelen hoe we onze leefomgeving in willen richten. En het gaat dus niet alleen over CO2 of nul op de meter, maar echt, hoe ziet een woonwijk eruit? Wat doen we met onze weilanden? Wat doen we met onze voedsel? En dat ontbreekt op het moment. En wat doen we met onze bijen en vogels? En wat doen we met onze bijen en vogels? Ja, zeker. Nou, heb jij Green Labels opgericht, hè? Wat doet dat precies? Ja, NL Green Label is een beweging van 170 partijen met wetenschappers, producenten, leveranciers. En eigenlijk wat we doen integraal in de keten is groen. Vanaf de producent tot en met degene die het ontwerpt en maakt, laten we zien dat het anders kan. En eigenlijk hebben we een soort van duurzaamheidspaspoorten gemaakt. En in die paspoorten kun je duurzaamheid meetbaar maken middels hele concrete indicatoren. Dus kijk je naar bodem, water, ja, biodiversiteit. Eigenlijk integraal. En doordat je het meetbaar maakt, krijg je ook een soort van uniforme ambitie en een gemeenschappelijke taal. Waardoor iedereen weet van oké, ja, als we voor een A-label gaan, dan krijg je een woonwijk waar het goed is voor mens, voor natuur en eigenlijk voor ja, alle stakeholders die ermee te maken hebben. Die stakeholders, hè, die bijzondere naam daarvoor. Zijn die mensen daar al gevoelig voor? Nee, ja, de stakeholders is inderdaad een bijzondere naam. Maar waar het om gaat is dat je hebt heel veel partijen die meedoen. Hè. De bank financiert het, de bouwer bouwt het, de mens gaat er wonen, de gemeente beheert het. Maar als je ze allemaal aan tafel zet met een hele heldere ambitie, je maakt het ook meetbaar, dan kun je echt komen tot verandering. En dat hebben we al laten zien. Dus we hopen nu ook dat we het goede voorbeeld hebben gegeven en dat partijen nu aan gaan pakken. En dat we samen gaan bouwen aan die groenere wereld.